In de categorie sportvrouw werd in de afgelopen 10 jaar 5 keer in judoka sportvrouw. Echter, nog nooit deze 31-jarige topsportster. Op haar erelijst staan al hele mooie prijzen, behaald op onder andere Olympische Spelen, NK's, EK's en WK's. Ook 2011 was voor haar een bijzonder succesvol jaar. Met onder andere goud op het EK in de Turkse Istanbul, zilver bij het WK in Parijs en 3 maal goud bij Grand Slams en Grand Prix. Hier is de eerste genomineerde, Edith Bos! De tweede genomineerde is een 24-jarige korfbalster van PKC Agero en het Nederlands team. Met oranje werd zij in 2011 wereldkampioen in China en eindigde in de korfballeague op de topscorerslijst bij de dames op de eerste plaats. Met haar team PKC moest zij genoegen nemen met de tweede plaats. Deze tweede genomineerde heeft als motto: niet geschoten is altijd mis. Hier is Susanna Struij! Sinds haar 16e is hockey het belangrijkste in haar leven voor deze derde genomineerde. In 2007 debuteerde zij in oranje tegen Duitsland. Tegen datzelfde Duitsland kwam zij met haar oranje uit in de finale van het EK afgelopen augustus. Door een 3-0 overwinning werd Nederland voor de 8e keer Europees kampioen en plaatste zich voor de Olympische Spelen van Londen. Eerder in het jaar won de speelster van SCHC met oranje in Amstelveen de Champions Trophy door na shootouts te winnen van Argentinië. Hier is hockey international Claire Verhagen!